Maar ik probeer me wat voor te stellen. Want je hebt prachtige dingen gedaan op de afsluitdijken met een fietspad, het Van Gogh fietspad enzovoort. Dat zijn hele belangrijke en goede dingen. Maar kan je dit ook uitbouwen dan? Kunnen we daar ook wat mee? Ja, dit is toneel, zeg maar. Wat mij betreft is dit, en wat ons betreft, is dit de toekomst van agricultuur. Of onderdeel van de toekomst van agricultuur. Waarin je A, de verbeelding en de schoonheid van de landschappen die ons voeden laat zien. Dat is één. Hè. We moeten het zien, we moeten het waarderen. We moeten het gaan koesteren. Ja. En twee is, hey, hoe kan je wetenschap en ontwerpen, design met elkaar koppelen om het beter te maken? En nu, het is eergisteren gelanceerd, nu krijgen we echt die belletjes van Singapore, Frankrijk, Italië. Zo. Die zeggen, we willen het. Waarom is het er nog niet? Terwijl maar toen we begonnen. Is het niet ontzettend duur om zoiets te maken? Nou, je piek zit altijd in de ontwikkeling. Dan moet je uitproberen, ga een keer fout maken. Dan heb je allemaal mensen die zeggen, het kan niet, mag niet, lukt niet. En als het er eenmaal is, dan gaat het een stuk makkelijker. Ja. Nee, het is wel ja. Nu zijn we, hebben we de grote stap gemaakt. Oh, te gek. Ja, ik zag dat je ook van die billboards hebt ontworpen langs de kant van de snelweg die dan stikstof. Ja, dat is, nou, dat is een project van zuiveren. Studenten op de Universiteit in Mexico, waar ik professor ben, visiting professor, een soort hoogleraar. En inderdaad, die hebben een billboard ontwikkeld die vieze lucht absorbeert, reinigt en weer terug. Dus dan... Maar hebben ze dat ontwikkeld? Zijn die er ook al? Die zijn er, ja. Die staan in Monterey, in de vallei. Dus dat geeft 104.000 mensen, 104.000 schone lucht aan mensen per dag. Maar waarom is dat in Nederland nog niet, langs de A4? Dat is een goede vraag. En wat is het antwoord dan? Geen idee. Echt niet? Ja, het ligt niet aan mij. Maar zijn dan de kosten? Ja, wat is de prijs van schone lucht? Dat is een andere discussie. Ja. Het is inderdaad interessant. Als het er eenmaal is, is dat de volgende vraag? Van hoe kunnen we dit onderdeel van een nieuwe standaard maken? Geloven daar mensen er gewoon nog niet zo heel erg in dat dat afdoende is? Of... Ik weet het niet. We moeten ze eens. Dan, het lijkt me heel fijn als je zo groot kan denken. Dat doe jij volgens mij. Je probeert groot te denken. Je noemt dan weer gelijk allemaal landen erbij. Singapore, China heb je ook allerlei dingen voor gedaan enzovoort. Hoe is dat dan om in Nederland te wonen en te werken? Hoe werkt dat dan? Heel lekker. Ik vind het een heel bijzonder land. Ja, aan de ene kant zijn we een land wat van elke kaviaar een konijnenkeutel wil maken. Ja. Doe maar normaal, doe maar gek genoeg. Aan de andere kant kan hier heel veel. Korte lijnen tussen overheid en ondernemers. Het is veilig. We durven te experimenteren. We hebben af en toe een stukje trots. Ik kreeg van iemand had het hele programma doorgekeken. Daan Rozengaarde komt. En toen zei ik hoop niet dat hij wegloopt. Ik heeft hij het over. Toen had hij het opeens over college tour. Daar werd je verrast. Over verrassing gesproken enzovoort. Mm-hmm. Hoe kijk je nou op zoiets terug? Vind je dan niet dat Nederland daarin dan ook weer heel kleinzielig kan zijn, heel makkelijk een oordeel over iemand kan hebben? Ja, je hebt twee soorten Nederlanders. Nederlanden, om het zo maar te zeggen. Eén inderdaad die gelijk in een oordeel schiet, die houdt van meningen, het land van de meningen. Ja. Maar je hebt ook een ander Nederland wat heel veel fijn vindt in voorstellen en vooruitkijken. Dus ja, dat botst, dat schuurt, dat kraakt en dat is ook goed. Ja. Hoe kijk je erop terug? Ik heb terug zitten kijken straks even. Het was uniek was het eigenlijk wat daar gebeurde. Dat zie je bijna nooit namelijk. Ja, maar misschien is dat wel onderdeel van mijn leven aan zich. Het is altijd anders, het is altijd uniek. Heb je dat gezien? Ik had het nooit gezien. Bij college tour werd een filmpje gestart. Dat vond Daan niet leuk en hij vond dat hij geframed werd op dat moment. En toen zei hij, ik ben er klaar mee, ik stop ermee. Ik heb hier even helemaal geen zin in. En toen stopte hij. Het grappigste was dat Twan Huis zei, nee, dat kan niet. Nou, dat kan wel. En hij stopte gewoon. En dat vond ik eigenlijk best wel uniek. Want ik had die beelden eigenlijk nog nooit gezien. Dus ik zat terug te kijken. Toen dacht ik, god, dat had ik in bepaalde situaties misschien ook eens moeten doen. Bij één of zo, weet je wel. Ik heb nieuws voor je. Dat mag je wel. Nee, maar het grappige is daaraan. Het was een denktrand waarvan je denkt van ja, mensen doen dat niet. Omdat ze in een programma terechtkomen. En dan gaan ze mee in het formaat, wat format en het systeem. En dat doorbrak je op dat moment. Ja, oh, dan ben je wel een heel sterke persoonlijkheid. En dan krijg je al die billboards er hier ook wel door. Ja, nou, het is heel belangrijk om... Kijk, iedereen heeft gelijk, niemand heeft gelijk. Daar gaat het even niet om. Nee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we denken in voorstellen en dingen proberen om dingen beter te doen. Ja, maar dat is ook, het. Je voelde op dat moment iets. Je voelt iets, dit voelt niet goed. En toen zei je, dit voelt niet goed. En toen stopte je gewoon. En... Ja, ik denk wel dat ik iemand ben die heel erg op zijn intuïtie reageert. Voor mij, persoonlijk, is dat de hoogste vorm van intelligentie. Dat je kijkt naar die wereld, dat je afvraagt, oké, wat wil ik wel, wat wil ik niet? Wat kan ik eraan toevoegen? Wat weet ik nog niet? En ja, daar baseer je keuzes op. Ja. Dus alles wat je nu doet en maakt, komt ook altijd van een bepaald gevoel vandaan. Die verbazing, die verwondering waar we het net over hadden, die nieuwsgierigheid, dat is het dan. Ja, en het is, kijk, er zit een we in. Je doet het omdat je denkt, hey, ik heb het naïeve idee dat ik denk dat ik daardoor de wereld beter kan maken. Hè? Maar er zit ook gewoon een ik in. Dat ik denk van, oeh, ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet. Hè? Dus er zit altijd een soort, ja, we en een ik in elk project. Maar, waarbij je wel ook hebt gezegd, vroeger ging ik er heel erg uit van de wetenschap en de techniek. En nu ga ik steeds meer uit aan de duurzaamheid en of het nut heeft voor de samenleving toch ook. Dat is aan het kantelen bij jou, toch? Maar elk idee vindt zijn toepassing. Elk idee vindt zijn gesprek, zijn interactie. En dat is zo gaaf. En ja, ik wil graag dingen maken dat mensen nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Niet alleen maar bang of boos. En juist in een tijd zoals dit, waar we nu in leven,
is daar zo'n enorme behoefte aan. Dus ja, het is mooi om daar een onderdeel van te zijn. En zo kom je ook op Urban dan, dat nieuwe project waar je ook weer Urban mee bezig bent. Ja. Ja, dat is ook weer zo'n gedachte. Ja, dan. Dus dat 2018, ik zat Science, wetenschappelijke journal te lezen over een 222 nanometer, een lichtgolflengte, die niet schadelijk is voor mens en dier, maar wel virussen kan elimineren. Blijkt dus ook coronavirus. Ja. En ik zat het te lezen en ik dacht, wow. Ja, precies, dat is niet een wetenschappelijke term. En dit kan je gewoon googlen, Far UVC 222, dat is gewoon 2018 al gepubliceerd. Niemand kent dat. Niemand, bedoel, jij toch? Nee. Ja, ik ook niet. En toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met die wetenschappers in New York. En daar zit nu een heel team op om de allereerste Urban Sun te lanceren. En dat is eigenlijk een stedelijke zon met dat speciaal type licht, wat openbare plekken virusvrijer maakt, zodat we tenminste elkaar weer veiliger kunnen ontmoeten. Wauw, nou, bijzonder. Ik voel ook gewoon een toekomstroman opkomen opeens. Jij wil ook een boek met hem gaan schrijven. Dus eerst met Kees Verhoeven een boek over de sleepwet, meeslepend. Ja, nee, ik ben overgestapt nu op dit. Dit is interessanter. Kees zit in de auto te luisteren, dat weet ik zeker. Ja, maar dit komt allemaal voort uit nieuwsgierigheid. Dus dan moet je toch naar luisteren. Ja. En dat is ook fascinerend van die toekomst. Hè. Als je moet hem eerst verbeelden, je moet hem eerst gaan verzinnen. Je moet precies wat we nu doen, je moet erover gaan praten. En pas dan kunnen we hem gaan bouwen en gaan maken. Met wat voor soort mensen omring jij je dan, dat betreft? Dat is nou een goede vraag. Hier had je het interview mee moeten beginnen. Dit is een hele goede vraag. Ja, maar ik stel niet zo verdrietig kijken. Maar waar moet hij aan het begin van het interview? Dus als hij maar komt. Je bent nog eigenwijzer dan ik. Wat lekker. Ja, dat gebeurt niet vaak. Je omringt je allereerst door mensen die slimmer zijn dan jou. Om wat voor manier? Dus het kan dan moet je ook zeggen dan jij, want het is niet dan jou. Is dan jou, dan jij. Ja. Sorry, maar gewoon het is dan jij. Gewoon doorpraten. Ja, mag ik morgen weer komen? Ja, dat is goed. Nee, maar slimmer dan jij bent, die moet je hebben dan. Ja, dat is leuk. Maar ook nieuwe. Maar zijn die er eigenlijk? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, man. Ja, dat is juist het gave. De boer, de agrariër Dennis, in Lelystad, waar we Grow mee deden, had kennis waarvan ik dacht van wow, ik weet het verschil niet tussen een wortel en een wat is het, prei. Ja, dat is niet. Maar jij kookt thuis ook niet hebben gehoord, toch? Nee, dat moet eerlijk zijn. Ik ben een cityboy, dus gaat je niks aan. Maar goed, slimmere mensen dan jij. Maar het kan niet het enige zijn, toch? Nee. Dat ze slimmer dan je zijn. Je moet een radicaal idee hebben. Mijn job is om die smaak in de mond te definiëren. Hè? De boodschappenlijstje, om zo te zeggen. En dan heb je ontwerpers, techneuten, projectleiders, externe experts. En dan ga je samen koken. De eerste pannenkoek mislukt altijd. Hè? Ik weet niet waarom, maar het is zo. Dus je maakt fouten. En uiteindelijk heb je Michelin 1-sterren gerecht en wordt het deelbaar. En hoeveel kritische mensen heb je om je heen? Als je op een gegeven moment succesvol bent, je hebt dingen afgeleverd van mensen die zeggen, zo, hoe heeft hij dat kunnen verzinnen? Je hebt een heel team om je heen van mensen die je begeleiden. Wat voor mensen verzamel je om je heen die kritisch naar je blijven kijken? Die je scherp houden, zeg iedereen. Ik denk dat het de hele wereld is die kritisch naar je kijkt. Is dat onafgebroken zo? Ja, maar je wordt niet steeds idee. Op je schouder geslagen van Daan, geweldig, fantastisch, wat ben je een kanjer? Nee. Nee? Nee. Nooit. Jawel, toch? Zullen toch als mensen zeggen, die Dani kan wel wat? Ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Je bent altijd bezig dat idee of die ideeën in realiteit te trekken. Precies, en op het moment dat je een ding gaat uitvoeren, dan kom je een ondermijnende type wel tegen. En als dan zo'n grow er is, dan denk je, cool. Wat gaan we nu weer doen? Wat wordt next? Weet je wel? Dus je wordt dus ook gedreven door onrust. Door nieuwsgierigheid. Die je onrustig maakt. En nog meer nieuwsgierig maakt. Ja. Dit wordt een wedstrijd op deze manier. Ik snap Daan wel, hoor. Ja? Kunnen we dit gewoon 2-3 uur doen? Dit is leuk. Ja, nou ja, Richard Krijtsekker is al binnengekomen. Maar je kan wel een keer co-host zijn, als je dat leuk vindt. Ja, gaaf. Co-host is gewoon 2,5 uur de hele tijd bij zitten en overal een mening over hebben. Ja, inmiddels